Ja, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van COC Limburg, de belangenorganisatie voor de LHBTQI-gemeenschap in onze regio, maakte Jean Delhoven het boek Een Roze Revolutie. Hierin beschrijft hij een halve eeuw homo-emancipatie in Limburg. Meneer Delhoven, waarom dacht u van dit boek moet er gaan komen? Ja, omdat ik 4 jaar geleden begonnen ben in het archief van het Sociaal Historisch Centrum. Mm-hmm. Met het op orde brengen van het COC-archief. Daar stond ongeveer 6-7 meter documentatie over het COC Limburg. En toevallig kwam ik erachter dat dat niet compleet was en het niet al te chronologisch geordend. Toen heb ik aangeboden als vrijwilliger om dat te doen. Mm-hmm. Dus ik heb daar 2 jaar gewerkt. Mm-hmm. En toen was het klaar. Komt er een nieuwe catalogus. En toen zou het teruggaan in het depot. En dat vond ik op zich jammer, omdat er een hele hoop interessante informatie was. Mm-hmm. Dus ik dacht, daar ga ik een boek over schrijven. Ja. Ja. Dat heb ik voorgelegd aan het bestuur van het COC. Die vonden dat ook een goed idee. Die wilden dat ook financieren. En zodoende. Ja. En 2 jaar later is het boek er. Ja, en als we even 50 jaar homo-emancipatie onder de loep nemen. Waar staan we nu dan ten opzichte van 1972? Ja, dat is niet op alle gebieden positief. Mm-hmm. Ik ben zelf een van de medeoprichters in 1972 geweest. Ik heb de eerste 25 jaar in het bestuur gezeten. Daar zagen we toen een behoorlijke, dat de emancipatie vorderde. We hebben daarvoor ook een aantal zaken natuurlijk gedaan, zoals de pinkparties, die de maatschappelijke emancipatie moesten bevorderen. Die liepen ook als een trein, vooral in de Dominicanerkerk in de tijd. Maar na 20 jaar, staat ook ergens in een kantelartikel, constateren we dat het maar langzaam gaat. Als je dan nou de stap maakt naar nu, 40, 50 jaar verder, dan zie je dat er eigenlijk qua tolerantie, qua acceptatie, en door de polarisatie in de maatschappij, het gewoon moeilijker is. Moeilijker dan destijds? Ja, vind ik wel. Okay. Ik vond toenertijd, maar ja, wij zijn natuurlijk wel mensen, of tenminste ik ben iemand vanuit de 60er jaren, de flower power tijd en de seksuele revolutie. We zijn eerder begonnen dan 72 met de Maastrichtse jongerenwerkgroep homoseksualiteit. Nou, toen kon gewoon alles. Mm-hmm. In feite. In die tijd had ik een Molukse vriend en we liepen hand in hand over het vrijtof, over terrasjes. Mm. Alleen maar positieve reacties. Wat is er veranderd dan? Ja, de tolerantie ten aanzien van alles wat afwijkt, die is er niet beter op geworden. Mm. Ik heb er nooit overigens last van gehad, maar... Nee, dat schrijft in uw boek, hè? Ja, zijn wel mensen die daar naar onder doorgaan. Er staat een krantenkop in het boek en daarin is te lezen: Maastricht kan nog homovriendelijker. Dat is een krantenkop uit 1987. Ja. Dus, en hoe zou die situatie nu dan zijn? Zou zo'n krantenkop, die geldt nu dus ook nog, volgens u? Het ligt er een beetje aan naar welke groep in Maastricht dat je kijkt, maar als je naar de sportwereld kijkt, dat kan natuurlijk beslist homovriendelijker. Hè? Mm. Ik bedoel, dat is bekend. Er zijn nauwelijks sportlieden die ze uit de kast durven te komen. Terwijl er natuurlijk, je moet zeggen, toch 15% van de mensen homoseksueel zijn, biseksueel of wat dan ook. Maar in elk geval niet hetero. Mm-hmm. Daar kan verbetering in komen. Het is natuurlijk al, de wettelijk is het wel een stuk beter geregeld. Binnen gemeente is het beleid ook vaak wel aangepast. Of daar houdt men rekening met ook dat er homoseksuele burgers zijn. Doet de gemeente voldoende wat u betreft? De gemeente Maastricht in dit geval? Ja, ik heb dat niet zo 1, 2, 3 op dit moment in beeld. Oké. Okay. Ik geloof wel dat er... Ik denk het eigenlijk wel. Ik denk dat er weinig meer verbeterd kan worden op dit moment. Het is nu aan de burger, met andere woorden. Nou, ja.
kan ik wel zeggen. Ja. Oké. Okay. In uw boek wordt er ook het Prins Carnaval aangehaald. Want men zocht destijds, ik weet even niet precies in welk jaar het was, een getrouwde Maastrichtse man voor die functie. Ja, een 87 was dat. Een 87 ook, oké. Okay. Ja. Zou dat, zo'n advertentie, zou die nu ook nog kunnen? Nee. Nee. Nee, gelukkig is de wetgeving wat dat betreft voortgeschreden. Dat zou pure discriminatie zijn. Mm-hmm. Op grond van de wet kun je dan de krant aanklagen. Of in dit geval was het de Tempeliers. Mm-hmm. Die vonden dat de Prins Carnaval moest een getrouwde man zijn uit Maastricht. Wit, liefst met kinderen en van onbesproken gedrag. Nou, toch is dat exacte profiel van elke Prins Carnaval tot nu toe geweest? Ja, in Maastricht wel. Hè? Ja. In andere steden of dorpen in Limburg niet. Hè? Is dat zo, ja? In Noorden is geloof ik een prinsescarnaval en ook een raad van 11 bestaande uit dames. Oké. Ze zouden het tegenwoordig niet meer kunnen zeggen zoals in de tijd bij Esterster deed. En waarbij dan een gemeenteraad, ik heb het krantartikel even meegenomen. Waarbij, even laten zien aan de kijkers thuis. Oh ja, het is aan die kant, ja. 87. Waarbij de gemeenteraad toen ook niet wilde optreden tegen de Tempeliers, want ze vonden dat een interne kwestie. Mm-hmm. Oh ja, dat is natuurlijk heel makkelijk gezegd. Ja. Maar het was toen een item, omdat wij als COC hadden ervoor gezorgd dat in het kader van de actie Geen Cent voor Discriminatie, de gemeenteraad de beslissing nam dat gesubsidieerde organisaties niet mochten discrimineren. Mm. De Tempeliers discrimineerden in de ogen van COC. En we hebben dat toen aangekaart, het is in de krant gekomen. En vervolgens kwam de bestuur van de Tempeliers bij ons op bezoek om excuus te maken en dat het toch niet zo bedoeld was. Oké. Nou, als het niet zo bedoeld is, moet je dat ook anders zeggen, lijkt me. Mm. Is er een verschil tussen Maastricht en omliggende dorpen wat tolerantie naar homoseksuelen betreft? Ik vind dat zijn moeilijke vragen. Maar dan moet ik echt terug in de geschiedenis. We hebben ons een enquête gehouden onder alle gemeenteraden in Maastricht om te vragen naar hun gemeentelijk beleid. Ja, en dan de helft reageert niet eens. Mm-hmm. Dus ik weet niet hoe dat nu is. Ik ben er al 25 jaar uit. Mm. Ja. Het boek Een Roze Revolutie zou dat een plek kunnen krijgen in Centre Céramique, in het bibliotheekgedeelte, Wim? We hebben er nu ook een kleine tentoonstelling, niet naar aanleiding van deze publicatie, maar er is een kleine vitrine tentoonstelling over dit thema. Dus nee, kijk, dit is ook een verhaal van Maastricht. Hè? En inderdaad, bedoel, de foto's die nu van Grummer in ons gebouw zijn, gaan ook naar het Sociaal Historisch Centrum. Dus daar liggen een heleboel verhalen vanuit archieven die verteld kunnen worden aan de hand van tentoonstellingen. Ja. En dit is een heel relevant verhaal. Ik bedoel, het zegt veel over inderdaad over het tijdsgevricht. En je ziet inderdaad nu dat op zich qua regelgeving en beleid is alles hartstikke goed geregeld. Maar we zien ook wel dat de bubbels in onze samenleving, in onze stad, zich een beetje terugtrekken. En dat er tussen die bubbels eigenlijk soms weinig tolerantie is. En dat is wel en dat was denk ik, het gemeenschapsgevoel in de brede was denk ik in de jaren 70, 80 veel groter. En nu zie je, dat zie je natuurlijk ook met die verkiezingsuitslag, ja, alles is meer versnipperd. Dus het is ook voor ons als instelling er veel aan gelegen, niet alleen om die groepen binnen te hebben, maar ook de verbinding, hè, de dialoog op gang te brengen. Dat er gepraat wordt onderling. Ja. Ik kan er een voorbeeld noemen, van een recenter voorbeeld. Op een gegeven moment is COC begonnen met het project De Roze Loper. Een loper in de zin van sleutel. Mm. En dat hield dus in dat zorginstellingen, ik heb echt voortdurend een kikker in de keel. Zorginstellingen een positief beleid moesten voeren ten aanzien van genderdiversiteit. En de roze loper die zou dan het personeel bijscholen wat betreft kennis over homoseksualiteit. En de instelling zelf zou ruimte moeten bieden aan mensen die homo zijn en oud.
dat ze gewoon uit de kast kunnen komen of uit de kast kunnen blijven. Maar wat zie je in de praktijk? Dat 70, 80-jarigen weer de klas ingaan, teruggaan. Okay. Ja. Omdat ze toch voelen dat in de instellingen waar ze dan zorg krijgen, niet zichzelf meer kunnen zijn. Ze kunnen niet meer de foto van hun partner op een nachtkastje zetten, bij wijze van spreken. Het Horizon Lopen project is een landelijk project, maar het is in Limburg ook van de grond. Even geprobeerd van de grond te krijgen. Maar het lukt niet. In Maastricht heeft geen enkele zorginstelling een roze loper certificaat. In Roermond wel, in Heerlen één. En dat is natuurlijk vreemd. En besturen van dat soort instellingen die houden ook de boot daarvoor te zeggen, ja, als we nou alleen voor homo's iets moeten gaan doen, dan komen die anderen ook allemaal. Ja, wie dat zijn, weten we ook niet, maar uiteindelijk beslist een bestuur van een zorginstelling of dat gebeurt of niet. In Maastricht geen één. Nee. Dus, en hoe komt dat? Zeg het mij maar. Ja. Men vindt het dan nog op bepaalde plekken allemaal een beetje griezelig of ver van een bedshow, weet ik veel wat. Als we nou nog eens 50 jaar vooruit kijken, hè? Even de glazen bol erbij pakken. Waar staan we dan als samenleving? Ja, wat een vraag. Dat kan ik net zo min beantwoorden als jij dat kan. Oké. Ja, dat is te ver vooruit. Nou, kijk, wat je wel ziet is dat die genderdiversiteit, in mijn tijd zou ik maar zeggen, dus 25 jaar terug, nog verder, toen had je eigenlijk alleen maar, spraken we alleen maar over homoseksuelen en biseksuelen. Ja, dat komt soms wel in ter sprake. Homo's en lesbisch, dat was eigenlijk de doelgroep, met name waar het COC zich druk om maakt. Tegenwoordig zitten daar allerlei andere queer, non-binair, allerlei andere groeperingen of gevoelsmensen tussen. Dat maakt het lastiger? Het maakt het onduidelijker. Ja. Jongeren, door dit soort ontwikkelingen, we hadden bij het Socialist Zorg Center hadden we 4 stagiaires. Nou, ik geloof dat niemand zich daarvan homo noemde. Nee, ik ben queer of ik ben, ik weet het nog niet, of ik ben naken van biseksueel, maar zeker niet homo. En denk, ja, wat zijn dit voor ontwikkelingen, vraag ik me dan af. Ja. Nou ja, met die open vraag sluiten we af. Jean Dalhove, bedankt voor je komst. Hetzelfde zeg ik tegen Wim Prutz, directeur Santer Ceramiek. Heel erg bedankt.